Het aantal zelfstandig ondernemers in Nederland groeit. Ze hebben vaak geen of een verhoudingsgewijs klein verplicht bedrijfspensioen. Onderzoeker Mauro Mastro Giacomo onderzocht voor Netspar of zelfstandig ondernemers zich voorbereiden op een pensioen en of hun inspanningen toereikend zijn om hun pensioenverwachtingen waar te maken. Dit onderzoek was nodig omdat het groep ZZP'ers in Nederland snel groeiend is. Over 20 jaar zal ongeveer 1/4 van de werkende mensen als ZZP'er werken. Bovendien bouwt dit groep geen pensioen op. Wat opvalt bij dit groep is dat hun ambities vergelijkbaar zijn van die van hun collega's die in loondiensten werken. Dat is mogelijk in principe. Het is mogelijk te denken dat ze ongeveer hetzelfde pensioen zullen verdienen als ze voldoende zelf sparen, omdat de meeste ZZP'ers dragen niet bij aan de tweede pijler, aan een beroepspensioenfonds. Maar als wij kijken naar het pensioenopbouw van de meeste ZZP'ers, dan valt op dat ze op dit moment niet voldoende sparen om die ambitieniveau te kunnen bereiken. Een aantal risico's vallen op bij dit groep. Ten eerste, het feit dat ze geen tweede pijler hebben. Dus ze sparen niet verplicht, met uitzondering van kleine groepjes. Het andere is dat ze niet heel erg bewust zijn van het feit dat ze nu moeten sparen. Je ziet bijvoorbeeld dat hun intenties dat wel zijn. Ze vinden het ook belangrijk om te sparen, maar op het moment dat er op neerkomt, dan doen ze dat niet. En het laatste punt is dat ze onvoldoende pensioen bouwen, bijvoorbeeld in hun huizenvermogen, spaarrekeningen en in hun bedrijfsvermogen. Het groep zelfstandige ondernemers is zeer heterogeen. Je hebt de IB-ondernemers en de ZZP'ers. Je hebt mensen die zeer unieke taken uitvoeren en mensen die hele standaard taken uitvoeren. Je hebt de linker en de rechterkant van de inkomensverdeling. Dus dat betekent de rijke en de arme mensen. En natuurlijk, daar zou je rekening moeten houden als je iets wil doen aan het verbeteren van een pensioenvoorbereiding. Er zijn een aantal beleidsopties om de ambities van ZZP'ers beter te laten aansluiten op hun gedrag. Je zou bijvoorbeeld iedereen verplicht kunnen stellen om deel te nemen aan een pensioenfonds. Deze optie maakt weinig kansen in de huidige politieke arena. Andere opties, die wel gangbaar zijn, zijn het bewuster maken van hetgene die mensen nu sparen en wat dat in de toekomst zou kunnen opleveren. Ook moeten mensen bewuster worden van hetgene wat ze in het verleden gedaan hebben, toen ze bijvoorbeeld een aflossingvrij hypotheek hebben gekozen. Veel kansen liggen ook bij het veranderen van de defaults die nu in Nederland gelden. Degenen die ZZP'ers worden, gaan niet automatisch sparen. In andere landen is dat anders. Je gaat verplicht sparen, tenzij je bewust ervoor kiest om dat niet te doen. Dat zou bijvoorbeeld veel kansen kunnen geven om extra te sparen.